wil jullie heel graag het protuig van DOG Kopenhagen wat beter laten zien. Dit is het protuig van DOG Kopenhagen. En DOG Kopenhagen heeft deze tuigen op dit moment in 8 kleuren. Dus er zit eigenlijk voor iedereen wel een kleur bij wat voor jou prettig is. Ter informatie, dit is een large die ik vast heb. En ze hebben hem in de maten XS tot en met XL. Dus voor de meeste honden zit er gewoon een maatje tussen. Wat hartstikke leuk is, vind ik zelf aan dit tuig en eigenlijk misschien nog wel de belangrijkste feature, is dat je je hond bovenop kan bevestigen, maar ook voorop. Nou, en dat is wel heel handig voor honden die wat harder trekken, wat krachtiger zijn en op die manier wat meer controle te kunnen hebben. Leukste ook nog van het protuig is dat deze een handvat bovenop heeft. Dus als je zegt ik moet mijn hond even wat makkelijker vast kunnen pakken, dan is dat handvat echt super ideaal. En het tuig is op 4 punten te verstellen. Dus zowel 2 punten aan de voorkant, hier komt het hoofd van je hond door, als 2 punten aan de buikriem. Dus op die manier is die voor bijna elke hond perfect aanpasbaar. En dat is ook wel heel erg belangrijk. Verder heeft dit tuig ook nog reflecterende randen. Dus alles wat zilver eruit ziet, dat is allemaal reflecterend en zorgt dat je ook in de winter gewoon goed zichtbaar bent met je hond. Deze heeft een mesh voering. En het leuke van die mesh voering is dat hij niet al te lang nat blijft daardoor. En dat het ook nog gewoon goed blijft ademen. Wat ik verder ook altijd nog aanraad in de zomer is, maak juist de tuig ook extra nat. Want dan werkt het ook nog een beetje als een koeltuig. En doordat het ademt gaat het niet stikken. Dus dat is wel een heel belangrijke. Verder heb ik volgens mij de accessoire ring. Heb ik nog niet laten zien. De accessoire ring, daar kan je dus inderdaad nog accessoires aan hangen. En het is maar net of je hem wel of niet gebruikt. Wat ik zie dat mensen inderdaad daar bijvoorbeeld de rabiespenning aan hangen. Of een gewone naampenning. Heel soms zie ik ook nog wel spoepzakhoudertjes eraan hangen. Als je hond het niet vervelend vindt, nou ja, prima. Dat zijn dus allemaal mogelijkheden. En het leuke ook nog eens een keer is dat je hierop ook nog de naam van je hond kan vermelden. Mocht die verloren gaan, is het dus een handig hulpmiddel, je naam of je telefoonnummer. Verder is het ook nog handig om te weten dat je dit tuig gewoon in de wasmachine kan gooien als die echt vies is. Laat hem gewoon even aan de lucht drogen, maar je kan hem gewoon op 30 graden wassen in de wasmachine. Dit is dus het protuig van DOG Kopenhagen en gewoon bij ons verkrijgbaar. Mocht je meer informatie willen, check dan sowieso even de website. Mocht je nog andere vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen en dan help ik je graag verder. Doeg!